Op straat, mannen? Ja, klopt. Ja, waarom? Ja, daar eigenlijk een geldige reden voor. Niet echt eigenlijk. Echt een geldige reden. Ben je dan niet bang dat de politie je te pakken krijgt? Nee, niet echt eigenlijk. Ze echt. Kijken naar ons. Kijk maar daar zo. Ja, ze zien ons wel. Ze zien ons gewoon lopen de hele tijd. Maar ze doen dan niks? Nee, joh. 80 jaar geleden was er voor het laatst sprake van een avondklok in Nederland. Vandaag is het zaterdag 23 januari 2021. Het is ongeveer 8:30 en over een half uurtje gaat er wegens corona toch echt een avondklok in. Goedenavond. Goedenavond. Nog even een boodschapje ja, gehad? Ja joh, ik heb... blijkt dat ik geen melk meer heb thuis. Nee. Dus ik dacht even snel... Even snel naar de appie voordat het 9 uur is. Inderdaad, ja. Uiteraard. Want om 9 uur mag je niet meer naar buiten natuurlijk. Ja. Ik wil eigenlijk wel na 9 uur buiten zijn, maar ja... Ja, dat kan niet. Ik wil geen die pokestok van die politie. Dat wil ik liever niet hebben. Jij werkt bij dit restaurant? Yes. Casa de Zorg. Ja. Merk je dan dat er heel veel meer bestellingen zijn gehaald? Ja, er zijn meer bezorgbestellingen dan normaal eigenlijk. Normaal is het wel druk met afhalen, maar vanavond gaat het een beetje heel hard met bezorgen. Gaat het door het dak? Eigenlijk wel, ja. We zijn super druk, alleen continu aan het gaan met bezorgbestellingen. Oké, omdat mensen dan toch even een hapje... Men kan de deur niet meer Ja, maar natuurlijk. Ja, er valt ook niks te doen, weet je. Dus mensen die gaan gewoon eten bestellen en dan gewoon lekker thuis eten, denk ik. Wat gaan jullie doen vanavond? To be honest, ik heb net Fabiano gekocht. Dus we gaan gewoon pasta eten, filmpje kijken en morgen weer naar buiten. Het is gek, maar het is wat het is. Ik had nooit verwacht dat we dit zouden meemaken in Nederland nog ook. Het gaat gewoon gebeuren en het gebeurt gewoon. Ik heb hier wel nut van bepaalde dingen, maar mensen binnenhouden. Als mensen dingen worden als er een verbod komt op iets, gaan mensen toch stiekem doen. Dan dus heeft jij toch zegt, geen zin. Die avondklok gaat te ver? Eigenlijk wel. Vind ik wel. Dacht u dit ooit mee te maken? Nee, natuurlijk niet. Ik heb een evenementenbureau. Oh. En sinds maart ben ik werkloos. Oh jee. Dus allemaal mijn spaargeld zijn bijna op. Ja. Dus dat is geen leuke ervaring, moet ik misschien vertellen. Nee, dat snap ik. Hey jongens, ik ga even naar jullie. Hallo. Hi. Jullie zijn nog eventjes buiten straks, voordat het niet meer kan. Ja. Ja, en wat zijn jullie dan aan het doen? Gewoon even een wandeling maken, ja. Lekkere wandeling, ja. Ja. En hebben jullie een beetje een idee van wat de avondklok betekent? Nou, dat je na 9 uur niet meer naar buiten mag, denk ik. Nee. Ja, jongens, het is nu 9 uur. Nu is officieel de avondklok ingegaan en mag in principe niemand meer de straat op. Wij van de media gelukkig nog wel. Dit is een werkgeversverklaring en hiermee mogen wij wel de straat op. Dus ik ga even kijken hoe het er nu bij ligt. U heeft geluk, hè? Nou, geluk, het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, maar u mag wel de straat op met de hond. Ja, nou ja, als ik hem niet had gehad, had ik het niet gedaan. Zij moet vanavond gewoon, ik laat haar 4-5 keer per dag uit. En dadelijk vlak voor het slapen nog een keer om 12:30. Ja. En morgenochtend weer. En of er nou een avondklok is of niet, of het nou had gemogen of niet, ik had het gewoon gedaan. Ja. Ja, dus, wel logisch dat ze die uitzondering maken. Maar als ze de uitzondering niet hadden gemaakt, had ik het ook gedaan. Oké. Okay. Dus ik had daar geen verandering in aangebracht, laat ik het zo zeggen. Bent u het eens met de avondklok? Nee. Ja, ik ben met de trein en ik had de keuze of een 30 minuten eerder weg en dan op tijd. Of een 30 minuten later en dan 10 minuten te laat. Ah. Dus daarvoor is de keuze gegaan. Ja, ja, ja. En je woont hier in de buurt? Ja, ik woon daar in die straat, dus ik ben er over een minuut. Oké, en ben je dan niet een beetje zenuwachtig? Straks komt de politie je... Nee, ik ben niet zo zenuwachtig. Komt wel goed, denk ik. Jullie zijn nog op straat, mannen? Ja, klopt. Ja, waarom? Ja, daar eigenlijk een geldige reden voor. Niet echt eigenlijk. Niet echt een geldige reden. Ben je dan niet bang dat de politie je te pakken krijgt? Nee, niet echt eigenlijk. Ze echt. Kijken naar ons. Kijk maar daar zo. Ja, ze zien ons wel. Ze zien ons gewoon lopen de hele tijd. Maar ze doen dan niks? Nee, joh. Dan zou je bijna zeggen dat die avondklok niet werkt zo. Nee, dat klopt. Ik denk ook niet dat het echt gaat werken. Want ik zie hier overal mensen lopen nog. Mensen om sigaretjes vragen hier. Ja. Dus ik denk niet echt dat het veel effect heeft. En waarom ben je nog op straat? Wat ben je aan het doen? Ja, thuis is niet echt veel te doen, weet je. Je hebt niet echt veel te doen. Buiten eigenlijk ook niet. Ja, want wat is hier te doen? Frisse lucht, weet je. Je hebt wat frisse lucht. Ik wil sigaretten halen. Alles is dicht. Die vrouw hier zo zegt, gunt ons nog niet. Ze zegt, nee, mag niet. Want er mogen geen sigaretten meer verkocht worden natuurlijk. Ja, blijkbaar. Nee, ben ik lekker door natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, de mensen gaan lekker veel bestellen, dus lekker blijven werken. Ik hoorde het. Hoe ligt de stad erbij? Ja, heel uitgestorven natuurlijk. Maar je ziet wel... Overal alleen maar hard bezorgers eigenlijk. Ja. En iedereen heeft ook opeens een hond, volgens mij. Oh ja, zie je veel honden? Ja, honden... overal opeens mensen met honden, joh, die zie je ook wel extra veel.
Werkzaam man. Hey, thanks.